is nu ongeveer een jaar geleden dat die rel uitbrak rond Akwasi. Weten we het nog? Ja, sommige mensen vergeten dingen heel snel. Ja, maar het lijkt wel alsof er soms ook een soort van Alzheimer-virus rondwaart in Nederland. En dan ben je, dat weet ik niet meer. Ja, een jaar geleden was dat. En Johan Derksen, die maakte toen, wat iedereen zei, een foute grap. Maar dat was het niet. Het was gewoon een hele slechte grap. Dat is het. En toen kregen we die verwarring over racisme en een slechte grap. En iedereen buitelde over elkaar heen. En ook de spelers van het Nederlands elftal, die maakten die enorme fout. Ja, racisme en een slechte grap. En wat gebeurde er toen? De spelers van het Nederlands elftal, die zeiden, en boycott, en klaar. En we doen niks meer met Inside. Nou, oké. En dat was hem dan. Maar, hallo. Het was gewoon een slechte grap. En nu gaan jullie, toen hebben jullie zogenaamd, oh, kijk, ons is een statement maken. Ja, boycott voor racisme. Sloeg helemaal nergens op. En nu doen jullie dat nog steeds. Heb je gelezen? Ze boycotten nog steeds dat VI. Nou. Hey, een jaar later. Dus je hebt die fout gemaakt, vorige keer al. En nu herhaal je die fout nog eens een keer, dubbel en dwars. Nou zeg. En ik kan daar met mijn verstand niet bij. Welke spelers in het Nederlands elftal willen nou die boycott? Wil Frenkie de Jong dat? Wil De Ligt dat? Ik geloof het gewoon niet. Nee, er zijn natuurlijk een paar praatjesmakers daar binnen die ploeg. En die we gaan boycotten en dat doen we niet meer. Maar ik verlang dat helemaal niet van spelers. Dat ze statements maken. Dat hoeft van mij helemaal niet. Jongens zijn ooit gaan voetballen als hobby. En die hoeven van mij niet politiek correct te gaan doen. En dat hoeft niet met Qatar. En dat hoeft niet, ook niet met racisme. Laat dat over aan de KNVB of aan de politiek. En ga gewoon lekker voetballen. Hey, wat denken jullie daarvan? Gewoon lekker voetballen. En amuseer ons, want dat is je beroep. Daarom ben je daar. Want, eerlijk is eerlijk. Die interviews van jullie, ik word daar niet echt heel erg vrolijk van, hoor. Nee. Jullie zitten daar als een emotieloze journaallezer achter die tafels. En dat is het dan. En daar moeten wij het dan mee doen. Grijp zo'n kans nou aan als VI om contact te maken met de fans, met ons. En laat ons lachen. En ontroer ons. En steel onze harten. Zodat we kunnen gaan houden van het Nederlands elftal en van Oranje. Dat is wat jullie moeten gaan doen. En heel gauw.